Goedemiddag mensen, ik ga jullie even kort uitleggen hoe jij ATS qua FPS kan boosten. Mensen, jullie hoeven niks te downloaden. Ik maak zelf even een downloadlink, die komt eventueel ook in de beschrijving te staan. En ik zou zeggen, ja, probeer het eens. Wil het niet werken, sla dat natuurlijk via Nvidia Inspector eerst je eigen profiel even op. Dat ga ik ook even uitleggen. Nou, je hebt van mij dus, als je het ook wil doen, deze map gekregen. Nou, die open je dus. Daar staan twee files in. Of in principe een file en een map. Je gaat natuurlijk eerst beginnen met guru3d.com. Die klik je aan. Daarin heb jij een toepassing. Nvidia Inspector.exe. Of EXE. Die pak je ook even uit, dat is helemaal vergeten. Die zet je ook even hier neer. Nou, dan pak jij de Nvidia Inspector. Zie je dit staan, hoef je verder niks aan te veranderen. Is ook niet de bedoeling dat hier iets in verandert. Want dit gaat namelijk om je eigen videokaart. Nou, hier kun je de temperatuur aflezen, 54 graden. Omdat de coolers nu momenteel ook uitstaan. Want ik ben niet high-end aan gamen nu. Je ziet hier dus in het midden driver versions staan. Daarachter staat een schroevendraai en een soort sleuteltje. Oftewel de profile settings. Daar klik je op. Krijg je dit volgende scherm. Redelijk groot. Je kunt hem ook groter zetten mocht je niks kunnen zien. Wat ga je dan doen? Je hebt hier meerdere klommetjes. Apply Change, die hebben we straks ook nodig. Maar je gaat eerst je eigen profiel zoeken. Dus natuurlijk typ je hier gewoon in Euro Truck Simulator 2. Nou, dan zie je ook gelijk dat dit verandert, omdat hij nou ATS profielen laat. Wat ga je doen? Dit exporteren. Ga je naar bureaublad. Typ je daar bijvoorbeeld in Nvidia settings. Default, oftewel standaard. Dan zet je er eventueel nog een datum bij. Nou, wat zijn vandaag? 8-10-2017. Oftewel, hoeveel is er vandaag? Zondag 8 oktober. Nou, 2017. Klik je op opslaan. Dan weet je altijd van, mocht het met het laden van het profiel niet werken, kan je altijd nog je eigen profiel settings terugzetten. Nou, dan heb ik dus dezelfde settings als die ik al in heb geladen opgeslagen, omdat ik weet dat het bij mij werkt. Wat ga je nou doen? Nou, we hebben dus geëxporteerd bij dit blokje. Dus exporteren. En het profiel staat hier. We gaan nou importeren. Dus je pakt de importeren button. Dan heb je hier namelijk een mapje. Dan moet ik even kijken waar die staat. Ik heb hem nog niet uitgepakt. Even kijken hoor. Dat is deze. Hoppatee. Nou, dan heb je hier dus de ATS2.4KMSAA.NIP. Klik je aan. Duurt heel even. Profile successfully import. Als hij dat aangeeft, zit je heel goed. Dan klik je op Apply Change. Nog een keer Apply Change voor de zekerheid. Je kan er 100 keer op klikken. Als hij opgeslagen is, is hij opgeslagen. Nou, ik zou zeggen, probeer ATS zelf. Denk je van, hey, het is niks. Dan pak je gewoon weer Nvidia Inspector. Open je hem weer. Ga je weer hierheen. En dan doe jij ATS weer even zoeken. Oftewel Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 1 wordt niet meer ondersteund door Nvidia. Is ook niet meer te vinden, denk ik. Nope. Alleen 2. Nou, dan ga je naar importeren. En dan pak je niet de MSAA.NIP, maar pak je je eigen settings en zul je zien dat hij gewoon jouw eigen settings weer terugzet. Nou, ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen opschieten.
Mochten jullie er niet uitkomen, ik ben altijd aanwezig. Als ik op de computer ben, dan laat je maar gewoon een reactie achter. Voor de mensen die mij op Teamspeak hebben, die kunnen het daar vragen. En mensen die mij op de livestreams bekijken en spreken, laat het daar weten en ik leg het in de video's uit. Ja, mocht je er niet uitkomen, laat het weten. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie hier heel veel plezier van zullen hebben. Tot ziens!